achter mij. Dat is best een indrukwekkend rijtje Range en Land Rovers. Waarbij ik altijd weer een beetje raar vind dat Range Rover is eigenlijk niet het merk. Terwijl mensen dat wel denken, is altijd een Land Rover en dan een type Range Rover. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Waarom sta ik hier? Nou, omdat ik uitgenodigd ben. Dat is altijd een hele goede reden. Maar waarom ben ik uitgenodigd? Omdat Land Rover 70 jaar bestaat. Nou, gaan ze vieren en wij mochten, wij allemaal, een heleboel mensen, een heleboel andere journalisten, rijden met een aantal auto's. Ik heb hier in die voorste pick-up gereden. Ik knip Martijn nu even veel beelden zo door. Zo. Klutsen dan. Dubbel klutsen. Nee, dat nog niet, hè. Jammer, Perry. Perry wilde graag dat we even stil moesten staan aan deze 1. Want ze 1, we zitten zeg maar achteruit direct naast. Maar als je even goed kijkt naar die poster, dan is wel speling op. Dus dat ging even een paar keer niet helemaal goed. Maar je kan ook dus de 2 wegrijden. Dat scheelt wel. Je krijgt dan wel een groot verkeersregel. Let op. Die wordt leuk, hoor. We gaan hierheen blijkbaar. Maar nu kan ik even nu kan ik voelen of die goed staat. Dat is dan wel weer mooi. Kijk. Ik denk dat dit z'n 1 is. Ah, ik zei het. Perry zei van ja, ik hoop dat er nog een verkeerslicht aankomt. Ik zei, zal je zien dat het al in één keer goed gaat. Het gaat nu in één keer goed. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het ook al 100 keer mis is gegaan. Moeten laten zien even de deur, jongens. Kijk, dit is een opening. Maar dit is gewoon wat je in je tuin ook hebt voor je schutting. Zo'n soort opening. Wat er aardig is, hij gaat nu niet helemaal dicht, maar als ik hem helemaal open doe, kijk, denk ik, oh, pas op jongens! Nee, dat kan. Er zit hier gewoon een rubbertje. En dat is dan gewoon helemaal open. Dat is dan wel weer mooi met dat soort scharnieren. Dat gewoon in één keer kan. En dan ben ik weer. Gaan we even het rijtje langs. Want het is wel tof. Het is wel gaaf om even te zien. Ik heb ook wat rijbeelden zo tussendoor. Dus er kunnen allemaal wat sfeerbeelden en zo. Maar kijk nou gewoon. Ik vind het wel. Ja, Defender. Ik weet nog steeds niet of ik er heel hebberig van word. Maar het is natuurlijk wel een icoon. En wat lachen is. Die Land Rover die debuteerde gewoon in Amsterdam. Op, nou ja, de rij. Hè, als het ware autoraai. En dat is ook weer lachen. Wat ik ook leuk vind. Hier die Range Rover. We zijn ook even bij een soort historische tentoonstelling geweest. Waarbij het zijn Rolling Chassis ook zag. Dan zag je die V8 zeg maar lekker natuurlijk ook zitten. En die coil spring. Oftewel gewoon veren, badveren, schroefveren, dat woord zocht ik. Wat best uniek was voor het type auto. En een handbak. Eigenlijk is dit best wel een geniale auto. Hè? Het is gewoon een driedeurs auto met een handbak, met een V8. En die V8, wat daaraan wel weer apart is, dat is een V8 die Land Rover in licentie bouwde van Buick. Iemand is met zijn portofoon bezig. Hoor je misschien een hele hoop piepto. Dus dat is een, daar hebben ze gewoon god licentie zijn ze gaan bouwen. En dit is dus het is best een soort sportieve auto in zekere zin. En
Land Rovers. Ja, dat waren eigenlijk een beetje auto's die bedoeld waren, zeg maar, ooit als, ja, dat, als boer moest je zo'n auto kopen, kon je makkelijk over het land, kon je gewoon wat dingen meenemen en zo. De eerste versies hadden ook echt, zeg maar, kon je ook als commercial vehicle krijgen, dan waren ze ook gewoon begrensd op 48 km per uur, 30 mijl. Dus dat is best wel gaaf. Ja, kijk, even schijntje, dat is wel tof. Dat is wel een leuke ding. Wat ik ook leuk vind, loop er even. Daar, zie je, je mag zien, denk ik. Kijk. Mensen, nee, dat gaat mij niet om. Dat gaat ook niet om de kamer. Maar dit. Camel Trophy. Wie kent het niet? Vroeger, toen je gewoon nog reclame mocht maken voor sigaretten. En dat deed je dan zo, door gewoon met dit soort auto's, hè, dus gewoon die Defenders, later ook met Discoveries, lekker boenderen door, nou ja, noem maar op, ik weet niet waar ze allemaal zijn geweest. Wat wel echt gaaf is, deze auto gewoon ook lekker schade en zo. Deze is echt gebruikt. Kijk, hier, een beetje ducky. Even wat roest en corrosieplekjes. Hier ook ingedukt. Ik vind het wel tof. Die kleur en gewoon de hele uitvoering, dat is wel iets wat ik in ieder geval uit mijn jeugd herinner. Hier is sowieso een heel rijtje, nou ja, gewoon gekke Land Rovers. Ik weet niet wat het is, allemaal kleurtjes. Paul Smith, dat is de kleren. Gaaf trouwens. Echt wel tof. Toffe kleuren, serieus. Volgens mij heb ik echt helemaal niks aan kleding van hem, maar dat maakt niet uit. Tenminste, ik heb geen items kleding van hem, het is niet dat ik er niks mee heb, maar gewoon, ik heb ze niet. Hier, zo'n auto. Maar echt commercial vehicle-achtig. En zo heb je gewoon een heel rijtje. En ik had hier ook ergens, maar oh, daar. Ik was hem even kwijt. Nee. Gewoon. Of van die rupsbanden. Ik vind het toch wel tof, hè, dat het gewoon allemaal kan. Dit is trouwens wel een exemplaar. Kijk naar die lampjes. Die is blijkbaar nog wel in gebruik voor deze vergunning. Ik loop even naar deze toe. Ik vind het een gaaf kleurstelling. Echt serieus. Echt heel tof. Ik ken hem niet. De politie heeft hier inderdaad in Engeland ook gewoon nog Range Rovers gereden. Dit is ook echt wel een serieus gebruikt exemplaar. Is dat een... Nou, het is wel een echte ruit. Ik dacht echt dat het is de folie op. Films, ja, hè? James Bond. Zie je trouwens. Een auto. Kijk, dit lijkt dan vies, maar dat is er niet. Dit is echt gewoon erop opgemaakt, zomaar gespoten. En ze hebben natuurlijk even wat schade gemaakt op die auto. Zodat die wat ruiger overkomt. Maar dat mag voor in films. Ja, kijk gewoon even een lekker setje aan auto's. Een mintgroene Discovery V8 met een LPG erop. I kid you not. Maar dit hebben we allemaal een beetje rond zien rijden. Nou, dus dit doe ik op mijn maandagmiddag. Dit kijken jullie op een ander moment. Dus potentieel niet op mijn maandagmiddag, maar dat maakt niet uit. Dit is ook gaaf, hè. Zeg maar echt dat aluminium van een Defender. Een Defender is van aluminium, hè, jongens. Dat weten jullie. Nou. Ik ga even binnenkijken, daar is vast ook nog wel een en ander te doen. Dit zou bijzonder moeten zijn. Kijk nou, we hebben zo weinig ruimte hier. Nee, ze hebben zoveel auto's. Ik kan hier wel even zoet zijn, denk je. Het is ook Jaguar, hè? Oh, hier wel heel serieus spul. Zoek je favoriet uit, zeg ik dan altijd. Wat nog niet zo makkelijk is. Kijk, ik loop nog even om het hoekje, jongens. Dan kunnen jullie even gewoon mee. Kijk nou hoe bizar veel oud spul. Jaguar, Land Rover, Range Rover, nou ja, noem het allemaal op. Echt ongelooflijk. Ik ben even hier gaan staan, want hier, dit is wel even een leuk plekje. Er staan hier zo achtig veel auto's, James Bond auto's, nou ja, noem het allemaal op. Maar hier staan series 1, series 2 en series 3 van de Defender naast elkaar. En dan kan een beetje de verschillen zien, als ik een beetje goed meedraai zo. Kijk, links series 1 en dan daar die de andere kant op. Groene series 2. Ik draai hem even om, dan kan ik dat even beter filmen. Dat is gewoon wel grappig. Even om die oude mensen heen filmen. Die manier is ook wel aan het genieten volgens mij.
zie je dat het, zeg maar, wel een soort familiegezicht heeft, maar natuurlijk wel geëvolueerd is gedurende de jaren. Maar wat ik nog wel grappiger vind, is dat nu zijn we gewoon bekend met het concept Range Rover, noem het allemaal maar op. Maar jullie allemaal, denk ik, even het hoekje gezien. In deze jaren is op een gegeven moment ook gekomen, bam, we gaan een Range Rover bouwen. Het is best wel een groot verschil met een Land Rover. Dus dat is best wel een stap geweest. Hè? Een bold move destijds. Goed uitgepakt. En waarom hier ook staan, is omdat je hierboven, dan zie je een hele glimmende Land Rover series. Oké, goed spieken. 1, weet ik eigenlijk? Ja, denk het wel. Dat is wel mooi, hè? Ik weet het allemaal nooit precies. Wat ze hier ook doen, is het restaureren van dit soort auto's. Dus die kun je echt weer helemaal naar zo'n staat brengen. En die auto's staan hier dus ook tussen. Maar bijvoorbeeld dus ook daar, nou, een stukje verder, ik zal niet helemaal heen lopen, maar iemand die zo'n auto weer, die is er ooit ingezet bij parachutisten, ik wil hem weer in die staat hebben. Omdat ze daar toch een soort connectie is met historie. Zijn vader zal bij de parachutisten hebben gezeten, zoiets dergelijks. Maar goed, dus dat wilde ik even laten zien. Wel heel tof, gewoon hier te staan. Er staan hier zoveel bijzondere dingen. Hè? Maar ik kijk er even spiekje in tussendoor. Kijk, ik zie nog iets bijzonders van die Jaguar. Weet jullie wat het is? Ja, ik weet wel wat het is. Hier ook nog meer Jaguars. Ja. Ja, dit is echt wel heel tof. Er staan hier zo'n 400 auto's. Citroën is ook een Citroën staan. Dat is dan wel weer bijzonder. Maar goed, maakt niet uit. Dus dit is de collection. Super cool.